Nou ja, dat er nu zoveel aandacht is voor aliens, UFO's en al die shit. Vanuit bijvoorbeeld de Amerikaanse regering in verband met die Chinese spy balloons. En het feit dat ik natuurlijk door Fidère zo door de stront ben getrokken. Waarbij ze mijn, hoe heet zoiets? Nou, eigen gedichten op Freebeat of zoiets, die playlist. Hè? Staat er eentje tussen UFO Disclosure. Nou, die staat dus op Fidère te kak. Met bijbehorende comments dat ik in Guantanamo Bay mijn einde al had moeten vinden. En weet ik wat. Ik denk, weet je wat ik eens ga doen? Ik zit even te mijmeren toch hier. Ik denk, ik ga voor het eerst ga ik eens even reageren op Fidère. Nou heb ik intussen alles geprobeerd. Want ik heb 2 e-mailadressen. Ik heb ze allebei geprobeerd. Mijn wachtwoord, ik weet niet wat ik in moet vullen. En guess what? Ik kan geen comment plaatsen op Fidère. Ik kom niet. Ze blijven zeggen, geef je e-mailadres en dit. Nou, dan geef ik het opnieuw. Nou, whatsoever. Ik kan dus niet reageren, inloggen op Fidère om een comment te geven. Ik dan weer niet. Nou, piepeltjes van Fidère. Stakkers. Stakkertjes. Die achter het kanaal Fidère zitten. Oh, stakketjes. Ja. Ik weet niet of daar iemand tussen zit die nog. Die nog niet dermate. De weg kwijt is in zijn hoofd. Dat wie dan ook hem nog of haar bereiken kan met de waarheid. Nou, ik in elk geval klaarblijkelijk niet, want ik kan geen comment geven op de video's die ze over mij posten op het kanaal Fidère. Het lukt me niet. Ik heb alles geprobeerd om in te loggen om een comment te plaatsen. Nou, dat was het even.